is een enorme woningcrisis. Dat betekent dat mensen geen woning kunnen vinden in het land, of als ze er een vinden, dat die onbetaalbaar is. Dat moet je aanpakken. Dat betekent dat het kabinet andere keuzes moet maken. Welke? Geef me een concreet punt. Je moet bijvoorbeeld zorgen dat woningbouwcorporaties meer investeringsruimte hebben. Dus de verhuurdersheffing die er is, die zal je moeten afschaffen, zodat ze meer woningen kunnen gaan bouwen. Maar je moet ook zorgen dat de huren die er nu zijn, dat die niet onbeperkt kunnen blijven doorstijgen. Ja. Want daar zit een groot probleem. Maar u zegt iets belangrijks, mevrouw Ploemen. De verhuurdersheffing, daar heeft u het over gehad. Dat is ongeveer 2 miljard euro per jaar wat woningbouwcorporaties kwijt zijn aan een belastingmaatregel. Die staat al heel lang ter discussie. En zij zeggen, de woningbouwcorporaties, geef ons dat geld nou, dan kunnen we nieuwe woningen bouwen. Ook sociale woningbouw. U heeft daarvoor een plan. Wat gaat u indienen deze week? Ja, wij gaan ons plan... Kijk, de reden waarom wij die verhuurdersheffing willen afschaffen is omdat er meer betaalbare woningen moeten komen. Er zijn veel partijen in het parlement die grote vraagtekens stellen bij die verhuurderheffing. Dus? Dus reken ik er eigenlijk op dat het is eigenlijk een maatregel die vrij snel tot een groot positief effect zal leiden voor al die mensen die daar een huis zoeken. Wat gaat u doen deze week? Nou, wij gaan daar een voorstel voor indienen. Schaf dat af.